We hebben dit boek geschreven omdat we vonden dat na vijf jaar crisis eigenlijk wel tijd was voor briljante businessmodellen. En we zijn eigenlijk gaan zoeken naar wat zijn nou bedrijven waar mensen fan van zijn. En die echt heel veel waarde hebben gecreëerd: waarde hebben gecreëerd voor aandeelhouders en voor klanten en voor medewerkers, maar ook eigenlijk voor de maatschappij als totaal. En wat we eigenlijk vonden was dat dat allemaal bedrijven zijn die heel erg gedreven zijn vanuit de visie. Die een visie hebben van de wereld die zou moeten veranderen en die zou er op deze en deze manier heel anders en mooier uit moeten zien. En ik ga dat verschil maken. En wat je dan nou uiteindelijk ziet, en dat is aardig om te zien, is dat de wereld zich dan aanpast aan hun, in plaats van dat zij zich aanpassen aan de wereld. We hebben bijvoorbeeld twee ziekenhuizen bekeken uit India. Uh, die doen uh, meer operaties dan in heel Nederland bij elkaar tegen een tiende van de prijs. Uh, en de kwaliteit is nog beter ook. Uh, we hebben gekeken naar de VOC. De VOC heeft Azië uh, veroverd qua handel, dat bijna twee eeuwen volgehouden. En kwam toch echt uit een klein landje wat op dat moment officieel niet eens bestond. En we hebben bijvoorbeeld Duvel uh, bekeken. Duvel doet het heel goed in verzadigde biermarkten. Dus waar niemand anders meer geld verdient, begint Duvel eh, vrolijk aan de wedstrijd. Want dat is juist het spel wat zij graag spelen. Ik heb het gevoel dat veel bedrijven momenteel verstarren. Het gaat eigenlijk te goed eh, om te moeten veranderen, en het gaat eh, te slecht om te durven veranderen. En dat betekent dat mensen blijven stilstaan. Van de voorbeelden die wij hebben opgenomen, kan je leren wat betekent om in beweging te krijgen. en hoe je daarmee de wereld kan verbeteren. Dus de uitnodiging die wij eigenlijk doen is, joh, verdiep je in deze uh, businessmodellen, uh, laat je inspireren en maak de wereld een klein beetje beter.